Al doe je het de hele nacht, mag jij weten. Is jouw ding. Save lef? Met je fiets door, hoor. En trouwens, als je naar huis wil, moet je die kant op. En niet die kant. Die kant. We zijn op doorgaan, door dus no time in de ene taas. We gaan lekker in safari, please don't waste my time. Zeg jou, we zijn al te laat. Deze heb je zo. Klopt, ik heb hem echt heel lang. Ja, echt als een tweede of zo. Ja. Hoe heet die ook? Hij heet Aap. Want ik... Ah. Ja, ik oh, ja. Aap. En het is een aap, toch? Dus ik dacht, ik noem het gewoon Aap. Ja, oké, okay. Ik snap het wel. Oh, en trouwens, kijk, mijn moeder geloofde zeg maar... Aan de ene kant wel dat ik was beroofd, maar aan de andere kant ook weer niet. Want Priscilla ging de hele tijd door blijven gaan over die oortjes. Dat dieven echt niet zo dom zijn dat, ja, dat ze die niet hebben gestolen. Dus... Je moet echt beter gaan liegen, hoor. Ja. Ja. Oh, en ik krijg nu dus de hele zomervakantie geen zakgeld meer. Huh? Ja, dan moet ik nu gaan werken voor mijn eigen geld. Het is echt zo stom. Nou, misschien is het beter als je moeder zelf ziet hoe onveilig het is. Oh, ik weet precies wat je moet doen. Wat? Wist je nog die ene keer dat Lissa een presentatie moest geven? Ja, ja. En dat ze toen een filmpje wou laten zien en dat er toen een fascinante reclame over die voedsel... Ja, klopt. Iedereen dacht dat het... Ja, ik weet het nog. Ik weet het nog. Oké, nog. Ja. Dat gebeurt dus alleen als ze voedselschimmelcrème heeft opgezocht. Ja, ja. Zodat ze het wou kopen of zo. Ja, ja. Als je dus op je moeder haar telefoon gaat. Uh-huh. En allemaal rampsituaties over Amsterdam gaat opzoeken uh-huh. en zo. Of op haar socials allemaal over gangsters of drillrappers. Zo werken die algoritmes, snap je? Want dan hoef jij niet te liegen. Ja. En ja, dan wordt je moeder alsnog bang, snap je? Klopt. Nou dan. Ga dan. Of ben je bang? Kom, ik help je. Oké, ga je bellen, oké? Ja, ja. Niem op ja, dan help ik je, oké? Ja. Oké, en doe echt zachtjes op. Oké. Ga snel, ja? Doe voorzichtig. Wat doe je? Sst. Het is gelokt. Waarom voor de feest dan? Oké, open de browser. Tik in misdaad. Kom dan mee. Geweld. Straatroof. Drugs. Intimidatie. Is dat niet een beetje te veel? Discriminatie. Misschien? Oké, bang op straat. Overlast. Wat? Nee, niks. Verwaarlozing. Kijk, als je het meer wat houdt, dan komen al die dingen naar boven op je moeder haar telefoon. En dan gaat het van werk, snap ik. Ja. Zo leuk, hè, dat zij er was. Laten we even een berichtje sturen, hè, als ze terug thuis is. Ik vond het echt gezellig. We moeten ook even kijken wel wat we gaan eten straks. Ja. Wat we nu gaan doen, we gaan die boodschappen tassen pakken. Dan gaan we boodschappen doen. Ja. Dan weet ik in ieder geval zeker dat je niet weer beroofd wordt. Ik moet nog een videopresentatie voorbereiden. Nog wat andere dingen doen voor mijn werk. Sterker! De hele dag zie je al zoveel misdaad. Strikpartijen, roven. Nee, hoe gaat het nou? Vandaag, wat is er? Hallo? Kom. Ik moet nog een videopresentatie voorbereiden en nog wat andere dingen doen voor mijn werk. Maar het is zondag. Je begint toch pas maandag met je nieuwe werk? Ja, ik wil alvast een goede indruk maken, toch? En ze gaan echt niet zomaar doen wat ik van ze vraag, hoor. En daarbij, niet iedereen heeft 4 weken zomervakantie. Ik zag trouwens een dansschool in de buurt. Vind je dat niet leuk? Ik weet niet. Dansen deed ik altijd met Syra. En ik ken niemand daar. Ja, oké. Maar toch,
Zwemmen. Zwemmen heb je ook hier in de buurt. Is genoeg te doen. Ja, echt heel fijn. Ja, ik ben in ieder geval blij dat we overal naartoe kunnen lopen hier. Hallo. Jij woont dus naast ons. Hi. Hoi, ik heet Evi. Sorry, hoe heet je? Evi. Evi, oké. Nou, ik ben Doris. En dit is je Fanny. Fanny. Ja, ik heb trouwens één vraagje aan jou. De muziek die vanuit jullie huis komt is best hard. En wij zijn niet doof. Dus ik vroeg me af of het in het vervolg misschien een beetje zachter kan. Ik zal erover nadenken. Ik moet wel naar een hele nieuwe plek. Hoe gaat het zijn in de big city? Waar is Priscilla? Ik weet niet. Priscilla? Fan, help me even met die spullen uitpakken. Ja. Waar is ze? Priscilla! Ik zag wat van die nieuwsberichten. Allemaal enge dingen, dus ik wil niet dat jullie nog laatste avonds hier in de buurt rondzwerven. Mam, het is vakantie. Dan maakt het toch niet uit hoe laat ik thuis ben? Het is hier super veilig. En gezellig, niet zo saai als zo'n houten. Het is helemaal niet saai in houten. Jij is lekker rustig. Dat is heel anders. Jij praat maar gewoon. Jij doet alsof je beroofd bent zodat mama loopt te stressen. Nee. Je geeft haar hoofdpijn, hè? Ja, maar ik wil sowieso nog even uitzoeken. Luister, we zijn tenslotte nieuw hier, hè? Serieus? Eerst nemen we ons mee in de mooie verhalen over het grote Amsterdam, waar je grote carrière kan bouwen en alles te doen is. En nu wil je dat we thuis zitten als een stel kleuters. Vind je dat redelijk? Jij, 12 uur. Jij, 9 uur. Dame, ik wil ook gewoon dat jullie... Bla, 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 bla. Ik wil gewoon dat jullie veilig zijn hier in de buurt. Wees blij dat ik me daar druk om maak. Come on! Echt? Is ze erin getrapt? Oh, dit is zo goed. Ik zei toch, die algoritmes kan je gebruiken. Ik zat te denken, je moeder weet nu dat het vet gevaarlijk is daar. En toch moet je folders rondbrengen. Raar hoor. Ben je al bijna thuis? Dan kunnen we een video bellen. Nou, ik ben nu dus echt al een kwartier aan het rondfietsen hier. Maar ik ben verdwaald, ik kan de weg niet terugvinden. En mijn telefoon zegt, ja, fiets naar het noorden. Alsof ik weet waar het noorden is. Er zit gewoon een kompas in die app, hè? Daar kan je op kijken. Ja, ja, kijk, dat snap ik ook wel, hoor. Maar ik denk dat het kompas gewoon te traag is of kapot of zo. Want in ieder geval, het werkt niet goed. Naast ons, hoor. Hoi. Hoi. Zeurt je moeder altijd zo? Ik weet niet zo goed. Ik vind het niet erg, hoor. Van die muziek. Dan, waarom zit je dan zo dom te lachen? Like, je hoeft niet aardig te doen als je niet meent, hè? Nee, ik meen het wel echt. Al doe je het de hele nacht, mag jij weten. Is jouw zin. Zodat jouw moeder de politie voor mij kan bellen? Is ze nou Yuzu of... Ik denk het wel, man. Save lef? Ja, ik ben Yuzu.
Met je fiets door, hoor. En trouwens, als je naar huis wil, moet je die kant op. En niet die kant, die kant. Daar gaat ze dan, hè? Zeg hem mee. Ik ben bezig met mijn werk. Ja, en anders kom ik wel even langs om je buurmeisje te vertellen dat ze normaal moet doen. Fan. Ga je nou slapen? Het is hartstikke laat. Ja. Of eigenlijk moet ze juist niet normaal doen. Kun je haar niet pesten dat ze je gaat slaan of zo? Het zou wel handig zijn, inderdaad. Dat je een bloedlip hebt. Of een gat in je kop. In ieder geval bloed. Fan, ga je nou slapen? Ik zeg het niet nog een keer. Nou, je hoorde het. Wel trusten. En ga niet stressen. Oké, is goed. Love you. Doeg. Ik haat het hier. Ik wil echt terug.